In deze video gaan we het hebben over een kind met buikpijn. Buikpijn bij kinderen komt veel voor. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronische en acute buikpijn. Chronische buikpijn is minimaal twee maanden aanwezig en geeft minstens één keer per week klachten. Acute buikpijn is korter dan een week aanwezig. Op basis hiervan volgt de differentiaaldiagnose. Voor functionele buikpijn, de meest voorkomende oorzaak van chronische buikpijn, wordt er geen somatische oorzaak gevonden. Soms kan tijdens of na buikpijn door een somatische oorzaak ook een functioneel component van de buikpijn bestaan. Celiakie is een auto-immuunziekte van de dunne darm die wordt veroorzaakt door een overgevoeligheid voor gluten. Opvallend is dat de groeikurve afbuigt vanaf de leeftijd van ongeveer zes maanden, het moment waarop gluten worden geïntroduceerd. Bij oudere kinderen is een afbuigende groeikurve minder duidelijk. De klachten van inflammatoire darmziekten, zoals rectaal bloedverlies en diarree, ontstaan vaak rond de tienerleeftijd. Hier zien we de voorkeurslocatie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Obstipatie kan zich naast chronische ook als acute buikpijn presenteren. Typisch is een ontlastingsfrequentie van minder dan drie keer per week. Klachten passend bij obstipatie zijn fecale incontinentie, remsporen, pijnlijke defecatie, persen en ophoudsgedrag. Een valkuil is dat kinderen zich juist kunnen presenteren met overloopdiarree. Een gastroenteritis is een acute ontsteking van het darmslijmvlies... Veroorzaakt door met name virale pathogenen zoals het rotavirus, norovirus en adenovirus. Er is een verhoogd risico op dehydratie. Bij acute buikpijn dient een appendicitis uitgesloten te worden. Anamnestisch begint de pijn typisch rondom de navel en verplaatst deze zich naar rechtsonder in de buik. Een invaginatie is een anatomische obstructie waarbij een darmdeel in het daaropvolgende deel schuift. De klinische presentatie kenmerkt zich met aanvalsgewijze buikpijn, afgewisseld met klachtenvrije periodes en sufheid. Bij buikpijn kan in zeldzame gevallen een anatomische oorzaak ten grondslag liggen, zoals een volvulus of een malrotatie. Beide kunnen leiden tot obstructie. En/of necrose. Gallig braken bij een jong kind duidt op een obstructie. Zie video Kind met spugen voor een bredere differentiaaldiagnose. Een patiënt met een verdenking op een acute buik dien je altijd door de chirurgie te laten beoordelen. Een bekende valkuil is dat buikpijn bij kinderen ook een extra abdominale oorzaak kan hebben, zoals een pneumonie. Er volgen nu enkele aanknopingspunten in de anamnese. Bij een ouder kind is acute buikpijn in combinatie met aanhoudend braken een reden om te denken aan een urineweginfectie of een appendicitis. Koorts- en vervoerspijn passen ook bij een appendicitis. Bij gastroesophageale reflux en of gastritis verwacht je pijn in epigastrio en zuurbranden. Bij rectaal bloedverlies en acute buikpijn kun je denken aan een gastroenteritis, een eerste presentatie van een inflammatoire darmziekte of een invaginatie. Op de polykliniek zal je meestal patiënten zien met chronische buikpijn, waarbij het belangrijk is om extra aandacht te besteden aan de gevolgen van buikpijn op het leven van een kind. Het is goed om te vragen naar belemmering van de dagelijkse activiteiten door de buikpijn. Denk hierbij aan sporten, schoolprestaties en afspreken met vrienden. Vraag daarnaast naar stressoren of onlangs doorgemaakte live events. Een reisanamnese kan aanleiding geven om een parasitaire infectie dan wel andere ziekten uit de tropen te overwegen. In de familieanamnese wordt gevraagd naar het voorkomen van inflammatoire darmziekten en celiakie. Nu volgen enkele voorbeelden van aanvullend onderzoek dat kan worden ingezet indien een somatische oorzaak wordt overwogen. Screening in het bloed naar celiakie of calprotectine in de feces als marker voor inflammatoire darmziekte. Feceskweken kunnen een verwekker van diarree aantonen. De huidige consensus is dat behalve Zardia de meest voorkomende parasieten niet pathogeen zijn. Diagnostiek naar Helicobacter pylori wordt niet standaard gedaan in de workup van chronische buikpijn. Bij een acute buik wordt vaak een echoabdomen verricht. Bij recidiverende buikpijn zonder alarmsymptomen wordt niet standaard een echo-abdomen verricht, omdat bij minder dan 1% van de kinderen een afwijking wordt gevonden. Een endoscopie wordt na indicatiestelling door een kinder-MDL-arts verricht. Functionele buikpijn kan leiden tot ernstig verlies van kwaliteit van leven en schoolverzuim. Het beleid bij functionele buikpijn is uitleg en educatie aan de patiënt en ouders over de relatie tussen lichaam en geest. Een pijndagboek kan worden gebruikt om de triggers te bespreken en daarnaast geef je advies over eventuele medische hypnose. De toegevoegde waarde van vrijwel alle medicatie is beperkt. Laxantia kunnen een gunstig effect hebben indien er een component obstipatie meespeelt. De prognose van adequaat behandelde functionele buikpijn wisselt. In bijna de helft van de gevallen treedt er al binnen een jaar remissie op. In een kwart van de gevallen blijft de buikpijn bestaan tot op de volwassen leeftijd. Daarom vereist functionele buikpijn een adequate behandeling. Risicofactoren voor een slechte prognose zijn weigeren van psychosociale interventie, soppen tussen meerdere ziekenhuizen en geen inzicht in psychosociale factoren. Hier volgen drie take-home messages. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronische en acute buikpijn. Besteed bij chronische buikpijn extra aandacht aan de gevolgen op het leven van een kind. Bij functionele buikpijn behandel je lichaam en geest.